Mijn naam is Willem Spronk en ik werk voor BPM Consult, een bureau gespecialiseerd in procesmanagement. Waarom is het nodig om in processen te denken? Omdat werkzaamheden in de organisatie sneller, goedkoper en beter kunnen. In de vorige twee video's ben ik ingegaan op de eerste twee, sneller en goedkoper. En in deze video ligt de nadruk op de laatste en ik vind de meest belangrijkste factor, beter. Beter is een ongelooflijk breed begrip. Het gaat niet alleen om de basale kwaliteit van je product- en dienstverlening, maar het gaat ook over zaken als service, klanttevredenheid, maar ook het voldoen aan eisen en normen. Dus beter is erg breed. Ik gebruik weer een productielijn, net als in de vorige video's, om te demonstreren waar het beter kan. Er wordt weer gewerkt in 4 stappen en er worden 10 orders afgehandeld die leiden tot het opleveren van een Spitfire. Van hout. Van belang bij deze video is om nu te kijken wat het uitvoeren van werk doet met je klant. Verbetering kan in zoveel aspecten zitten, zoals in het goed begrijpen van de vraag van je klant, terwijl zaken als slechte communicatie juist weer averechts werken. Ook de vraag niet goed vertalen naar je dienstverlening doet afbreuk. Goed communiceren over de voortgang leidt juist weer tot een hogere tevredenheid en wachttijd leidt in de meeste gevallen tot weer een slechter ervaren proces door je klant. In alle gevallen is voldoen aan de verwachtingen een voorwaarde voor een goed ervaren proces. Slechte service, slechte dienstverlening doet veel afbreuk aan de ervaren kwaliteit en is ook een garantie voor een slechte beoordeling. De kwaliteit van je eindproduct is van cruciaal belang voor de totale ervaring. In de regel moet het proces altijd eindigen met een goede ervaring van kwaliteit. Wat zie je nou gebeuren? In slecht presterende organisaties zie je dat de verhouding tussen het aantal ontevreden klanten dat is veel groter is dan het aantal tevreden klanten. Als gevolg daarvan lopen klanten eerder bij weg en in het ergste geval zijn ze ook nog actief bezig om ervoor te zorgen dat anderen geen klant worden van jouw organisatie. En het allerhardst groeien bedrijven die een hele goede verhouding hebben tussen een groot aantal tevreden klanten en een klein aantal ontevreden klanten. Dat alles bij elkaar is voldoende reden om te kijken naar waar je processen echt beter kunnen. En als je dat nou in een hele mooie mix kan doen met snellere en goedkoper maken van processen, dan heb je de beste combinatie om een echt succesvolle organisatie te worden.